Jan Smit, je hebt net je nieuwjaarsrede gehouden hier bij Heracles. En dat sloeg in als een bom. Je gaat er vandoor. Ja, maar ik hou een nieuwjaarstoespraak van een half uur. En alleen de laatste twee minuten krijgen aandacht. Ik begrijp dat ook wel. Ja, het is voor mij emotioneel. 18 jaar met heel veel plezier gedaan. Mijn gevoel zegt, ga nog maar lekker door. Maar mijn verstand zegt, er moet een keer een eind aan komen. En nu, we hebben alles voor elkaar bij Heracles Almelo. Prachtig stadion. We hebben een kampioen geworden. We hebben Europees voetbal gehaald. En er komt toch een keer een eind. Dus ik over twee of drie jaar was het precies hetzelfde. Er komt een tijd dat de professionele directeuren, niet meer de vrijwilligers, die zijn nou in de voetballand bezig. Betekent dat jij emotioneel een tijd nodig hebt gehad om tot die beslissing te komen? Ik heb die beslissing ongeveer twee maanden geleden. Ja, je groeit er naartoe. Maar op een bepaald moment denk je, ja, er komt een keer een eind aan. En dan laat je dat op je inwerken. Dan heb je er, ik heb het alleen met mijn broer Kees over gehad en met mijn vrouw. En op een bepaald moment zeg je, ja, ik heb het in november in een bestuursvergadering gezegd. En toen zijn we met z'n allen gaan brainstormen over de opvolging. Nou, we hebben de conclusie getrokken dat het beste was, willen we Heracles op dezelfde manier door laten gaan, dat iemand uit het bestuur mijn opvolger gaat worden. En we hebben bewust voor gekozen dat een voorzitter op afstand gaat worden. Dat net zoals bijvoorbeeld bij PSV dat Ton Gerbrands gezicht. Nico-Jan Hoogma wordt nou het gezicht van Heracles Almelo. En intern is dat Hans Bredewoot. En ik ga de komende jaren gewoon lekker genieten van de thuiswedstrijden. Met mooi voetbal. Want ik ben ervan overtuigd dat Nico-Jan Hoogma het heel goed gaat doen. Betekent dus ook dat je de langst zittende voorzitter in de Eredivisie bent. Ja, dat is wel zeker. Ja, en dat is natuurlijk een hele eer. Ja, wat is een eer? De eer is dat we met z'n allen in Almelo, dat heb ik niet alleen gedaan, maar voornamelijk, ik zeg bij deze zeg ik alle sponsoren dank. Zeg ik met name ook alle supporters die mij ook altijd gesteund hebben, dank. Wat mij het meest heeft getroffen van de supporters is het spandoek wat ze hierboven aan het stadion hadden gehangen toen we Europa ingingen. Jan, bedankt. Jou en onze droom, Europees, is uitgekomen. Daar stond ik ook, emoties. Vanavond had ik emoties en toen had ik ook emoties. Supporters, bedankt. Maar ik ben nog niet weg, hè. Tot 1 juli ben ik voorzitter. En we gaan nog, vandaag mag even de aandacht op mijn afscheid liggen, op mijn vertrek. Maar ingaande morgen is het gewoon de competitie die we telt. Zaterdagavond Groningen. Jan, bedankt voor die 18 jaar. Bedankt ook namens de kijkers en namens de luisteraars van Radio Almelo. Oké, graag gedaan. Ik vind je een lieve kerel.